Auteur Cynthia McLeod vertrekt de komende zondag naar New York, waar ze gedurende 4 maanden als visiting professor colleges zal verzorgen aan de prestigieuze Manhattan Community College. Naast colleges verzorgen zal ze ook lezingen houden. McLeod zegt dat ze uitgebreid zal praten over Suriname. Ze hadden me eigenlijk uitgenodigd voor een jaar, maar ik dacht, ik ga echt niet een jaar in New York. Want dan moet ik ook in die vreselijke koude winter van ze zijn. Dus ik heb gevraagd, mag het korter? Nou, dus ik ga voor de fall semester. Ik ga colleges geven en lezingen houden. Hè, over. En dat was het ook, want ik vroeg ze, wat wilt u van mij? Wat moet ik gaan doen? En het komt erop neer dat ik eigenlijk mag doen wat ik wil. Zolang het maar past in het kader van Afrika in de diaspora. Dus ik ga uitgebreid alles over Suriname vertellen. Over het ontstaan van Suriname. Over het ontstaan van de Surinaamse gemeenschap. Over onze talen. Over de Koto. Over de Marons. Dus die gaat zich helemaal uitleven dan. Ja, ja. En het is op zichzelf fantastisch dat een land als Amerika hiervoor belangstelling heeft. Hè? Het is niet de eerste keer dat McLeod college zal verzorgen in Amerika. In 1998 mocht ze al spreken op de cultural session van de Inter-American Development Bank over haar onderzoek naar Elizabeth Samson. Verder was ze 3 jaar geleden de bezoekende professor bij de University of California, Berkeley. Verschillende van deze lezingen zijn op YouTube geplaatst. McLeod vermoedt dat de New Yorkse universiteit op basis van die beelden contact met haar heeft opgenomen. Ze zegt verder dat ze zich heel goed zal voorbereiden op de colleges. En ik heb een heel mooi schema gemaakt van wat ik allemaal ga geven, hoe ik ga beginnen. Ik ga natuurlijk beginnen bij de conquistadores en dan gaan we zo bij, komen we bij slavernij, slavenhandel, hoe dat proces ging, hoe dat systeem was, het slavenschip luisden. En dan, ja, en dan kan je ook vooral goed het verschil laten zien van het verloop van de slavernij hier met bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika. En dat is toch wel heel anders verlopen daar. Want je hoort toch wel, je leest toch wel ergens nu en dan dat eigenlijk de Nederlanders de wreedste slaveneigenaren waren. Dat het in andere plaatsen niet zo wreed was als hier. Wrede straffen. Ja. Die naam hebben ze inderdaad gekregen. En ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen dat het niet zo was. En dan zou je denken van, god, ja, hoe gaan we het bewijs vinden of het wel zo was, ja of nee. De Nederlanders hadden inderdaad hele wrede straffen. Ik zeg niet dat elke slaaf 24 uur lang per dag wreed behandeld werd, dat zeg ik niet. Maar inderdaad werden er hier hele wrede straffen gegeven. En weet je waarom die Nederlanders die naam hebben gekregen? Omdat de Hollanders kampioen waren in het opschrijven van dingen. En alles wat je opschrijft blijft bestaan. Cynthia McLeod vertrekt zondag naar New York, waar ze colleges zal verzorgen over Suriname. De auteur wordt op 4 oktober 80 jaar en zal dus haar jaardag in New York doorbrengen. Maar ik zal mijn jaardag ook in Suriname vieren, stelt ze Suriname gerust.